Welkom bij het EVA Weekjournaal. Met vandaag. Zorgmarkt in verband met 10 jaar buurzorg. Vroegtijdige begeleiding biedt jonge nieuwkomers perspectief op werk. Privéverzamelaar Wim van der Meer heeft een bijzondere collectie samengesteld. Stenen beschilderen in het Toon Hermanshuis. Buurtzorg viert 10-jarig bestaan door middel van Zorgmarkt. Buurtzorg is heel klein begonnen, 10 jaar geleden. Is het eerste team in Almelo volgens mij begonnen. En nu hebben we honderden teams over heel Nederland. En het bijzondere aan buurtzorg is dat het kleinschalig is. We werken met niet meer dan 15 collega's in een team. En dan splitsen we weer om klein te blijven, zodat de mensen ons ook echt kennen. De ervaring met de buurtzorg is dat ze mijn vrouw, die helaas in november is overleden, op het laatst heel erg gesteund hebben. Niet lichamelijk, want ja, dat moet het ziekenhuis doen, maar gewoon met praten. En dat vond ik heel erg goed. Wij zijn hier namens de kerk, het is in het kerkgebouw. We zijn hier predikant, dominee. En we zijn hier vooral omdat we met mensen nadenken over zingeving. Ook geweldig. Helemaal hartstikke goed verzorgd en zo druk had ik helemaal niet verwacht. En de buurtzorg, dat kan je weten. Echt waar niet. Ze doen alles, alles. Daar zijn we helemaal blij mee. Er staan 18 verschillende standjes. De fysiotherapie, de ergotherapie, de apotheek, de kapper, de pedicure, buurtzorg zelf. SRO Sport staat er, de beveiliging, een tuinman. Buzie, ja, heel veel verschillende dingen staan er allemaal. De buurtzorg is een organisatie die verpleging en verzorging bij mensen thuis biedt. Dus bijvoorbeeld langdurig zieken of ouderdom of een wond of een stoma. Daarvoor komen wij bij de mensen thuis. We hebben sport in een kring voor ouderen. We hebben bij de fysiotherapeuten kan je een stukje lopen, oefeningen. We hebben een sta-opstoel. De mensen kunnen oefenen en rollatorloop kunnen ze doen. En de pedicure doet de voeten masseren. En de kapster kan je haren leuk maken. Zorg is natuurlijk heel fysiek en lichamelijk, maar er komt ook een heel stuk zingeving bij. En ja, daar zijn we toch meer of meer wat in gespecialiseerd, zou ik maar zeggen. En met mensen in gesprek gaan over wat mensen zinvol vinden in hun leven. En met name oudere mensen hebben vragen over het zin van het leven en zin van ziek zijn. En daar gaan we met mensen over in gesprek. Ik ben er net langs gelopen, maar ik moet eerlijk zeggen dat is zeer indrukwekkend. Ik was een beetje al eerder door ervaring met buurtzorg op de hoogte. En ik vind het initiatief wat ze doen ook erg goed. Buurtzorg bestaat 10 jaar, dus dat is reden voor een feest. Elk team mag dat op zijn eigen manier doen en wij hebben gekozen voor een zorgmarkt. En daarvoor hebben wij gekozen omdat we het belangrijk vinden dat oude mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Dat willen ze aan de ene kant en aan de andere kant is het ook het beleid van Nederland op het ogenblik. Maar dan moet je wel de kennis hebben. Wij kunnen het ook. Wij zorgen voor de buurvrouw. Voor de buurvrouw, die is 95. 95. Die kan nog lopen van de kamer naar de keuken, van de keuken naar de kamer met een looprek. En ja, en wij koken dan voor de 's morgens heb ze buurtzorg, 's avonds heb ze buurtzorg. Ja, en dan ga ik om 3:30 ga ik even en dan gaat hij om 5 uur weer zijn bordje eten brengen. En zo komt ze de dag door. Ze is gewoon opgefleurd in die tijd dat ze dus zorg kreeg. Ja. Nou, dat wil wat zeggen. Vroegtijdige begeleiding biedt jonge nieuwkomers perspectief op werk. MBO Amersfoort, Movisie en regionale sociale dienst gaan samenwerken om jonge vluchtelingen met een verblijfstatus voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Op 23 januari hadden we hier de kick-off van het project Kicks Works. Dat is een project waarin statushoudersvluchtelingen eigenlijk leren
hoe ze zich goed kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en heel snel geholpen kunnen worden naar een baan na het volgen van goed onderwijs. Het MBO Amersfoort is een ontzettend fijne school, want ze hebben heel veel aanbod zeg maar, voor met name leerlingen uit deze groepen. We werken heel graag met ze samen, omdat ze dit op een hele enthousiaste manier oppakken. En ook bij het verdere vervolg, het zoeken van daadwerkelijk werk voor deze leerlingen, voor ons een hele goede partner zijn. Eva staat voor Entree voor Anderstaligen. Wij bieden hier een niveau 1 opleiding voor statushouders, nieuwkomers. Daar komen mensen die in het land van herkomst nog geen opleiding hebben genoten, of een klein beetje, maar ook mensen die universiteit gedaan hebben in het land van herkomst. In dit project worden leerlingen uitgenodigd om op het MBO Amersfoort onderwijs te volgen. Ze leren hier een taal en ze leren hier een goede beroepsoriëntatie. Met die beroepsoriëntatie kunnen ze ook aan de gang bij onze sociale dienst en helpen wij hen verder bij het zoeken naar een baan. Een goede beroepsoriëntatie is heel belangrijk, omdat mensen vaak een heel verkeerd beeld hebben van wat hun vak exact inhoudt. Bijvoorbeeld veel mensen willen in de autotechniek verder, maar de autotechniek is in het land van herkomst vaak iets heel anders dan hier in Nederland. Daar werk je in de open lucht aan een oude Mercedes, hier werk je met computers in een werkplaats aan een auto die technisch veel moeilijker is. Dus dat is heel goed dat mensen leren wat het werk hier exact inhoudt. Het KIKS-project wordt ondersteund door Movisie en helpt nieuwkomers bij het zoeken van een nieuwe baan. Het biedt een netwerk, want als je nieuw ergens bent, heb je nog niet heel veel kennis en weet je nog niet precies hoe het gaat. En het helpt ze bij baanbehoud. Movisie is een kennisinstelling die eigenlijk alle ontwikkelingen in het sociaal domein goed bestudeert en kijkt welke interventies nodig zijn om zoveel mogelijk mensen snel naar werk te helpen. Movisie komt hier met kennis. Die kennis delen ze met ons. Dus samen met een projectondersteuner van Movisie draaien we een groep nieuwkomers, waarbij zij geïntroduceerd worden in het werken in Nederland. Wat heb je daarvoor nodig? Welke skills heb je daarbij nodig? Hoe pak je het zoeken van werk aan? Hoe schrijf je een cv? We gaan samen met ze pitchen. En hoe ga je straks je werk behouden en hoe ga je verder groeien in het werk? Dat biedt Movisie onze studenten aan. Museum Vlahitte in Amersfoort vertoont Armando tot Mulder tot Fish. Een presentatie van de collectie van de privéverzamelaar Wim van der Meer. Het is gewoon een soort uit de hand gelopen hobby. Het is net alsof je verslaafd bent aan alcohol. dan begin je met één werk en dan vind je dat zo mooi en dan zie je het volgende werk. Ik heb heel veel gebruik gemaakt van de kunstkoopregeling. Dat was een regeling dat je renteloos de werken kan terugbetalen. En dat was funest eigenlijk voor mij, want ik heb op die manier eigenlijk alle werken gekocht bijna. Veel werk op papier, want dat is eigenlijk, voor mij was dat in het begin het goedkoopste. Werk op papier zijn goedkoper dan schilderijen, dan beelden. En later ben ik ook schilderijen gaan verzamelen, niet zoveel als werk op papier. En heel af en toe een beeld. Maar één video videokunst, een hele mooie vind ik zelf. En dat is eigenlijk wat deze tentoonstelling omvat. Deze tentoonstelling is uniek omdat het laat eigenlijk zien wat ik ben. Als jij een tentoonstelling zou maken, dan zou die er heel anders uit hebben gezien. Dus je loopt eigenlijk door mijn geest min of meer heen. En dat maakt het wel bijzonder. En voor mij is het bijzonder dat ik toch, meestal moet je oud zijn of al dood zijn voordat je ergens een tentoonstelling krijgt. En ik heb, ik ben dus tamelijk snel erbij. Omdat het ook hele mooie werken zijn, dus vandaar. Maar bijvoorbeeld dit werk ook, dat is van Mulders. Dat heeft hij gemaakt naar aanleiding van 11 september in New York, de val van de Twin Towers. En toen is hij begonnen met vlinders in zijn werk. En daar heeft hij heel veel mooie dingen over verteld en geschreven. Dus dit is wel heel erg dierbaar voor mij. Een pronkstuk, dat is...
Ja, dat is heel moeilijk, want je kan dat van heel veel werken zeggen. Maar ik kan er wel een aantal aanwijzen. Ik vind het meisje met de gele jurk wel heel bijzonder. En er hangt hier ook op de gang een werk met drie kwallen. Dat is ook een heel bijzonder werk. Dat is een kunstenaar die dus heel, dat is eigenlijk een soort tovenaar. Hij kan heel veel gekke verfsoorten bij elkaar mengen. En dat hij, zijn doeken die liggen altijd, want anders zou het er gelijk weer aflopen, want het is heel waterig is het. En hij laat dat dan heel lang drogen. En, nou, en dat maakt het heel bijzonder. Nou, ik roep iedereen op om te komen kijken, want hij is zowel voor iedereen wel, zit er wel wat bij. Er zit ook fotografie bij en er zitten ook beelden bij, wat ik al zei. Maar het is ook een hele leuke tentoonstelling voor kinderen. De tentoonstelling is te bewonderen tot en met 14 mei. Ik ben Maaike ten Hagen en ik ben vrijwilligster en gastvrouw bij het Toon Hermanshuis hier in Amersfoort. We zijn een inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben. Die dus of zelf kanker hebben of hebben gehad, maar ook alle mensen om hun heen. Dus naasten en of soms nabestaanden. Die kunnen hier zo binnenlopen op de openingstijden. En er zijn van allerlei activiteiten die we hier doen, waaronder dus het creatieve atelier. Ik ben vrijwilliger. Als vrijwilliger verbonden bij het Toon Hermanshuis. Mijn doel is echt wel om de mensen tot ontspanning te brengen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je lichaam wil ontspannen, moet je in een flow komen. Of het nou sport is of koken of nou ja, wat je maar leuk vindt. In mijn geval gaat het met verf schilderen. En als je dat een uur of twee, 2,5 uur achter elkaar doet, dan kom je in een soort flow. En dan heb je al gehoord bij de mensen. En dan ga je even uit de werkelijkheid. Vandaag is er een georganiseerde workshop, creatieve workshop. En die heet Dotten op steen. Dus dotpainting is dat het, dat is een, met een, je maakt eigenlijk dotjes verf. De dotpainting techniek komt uit Australië, Turkije, Rusland volgens mij. We hebben zelfs in Twente, hebben we ook nog wel een groep mensen die dat heel erg hebben uitgewerkt. Ik geloof Rusland en Australië, daar wordt het wel het meest gedaan. Ja, daar heet het dotpainting. Het is niet schilderen, maar echt met een staafje met een bolletje eraan en dat doop je in de verf. En dan duw je dat op het steen of op papier. En dat heet dotten. Voor de mensen die hier naar het Toon Hermanshuis komen, ja, dat kan wel eens heel heftig zijn met ziektebeelden of van partners of van zichzelf. En dan hier kom je even tot dat moment. Dat je eruit mag en dat je even iets leuks, wat is leuk, hè, maar dat je iets anders doet, ja, in die flow. En daar geloof ik heilig in, ja, dat dat helend is. Het staat centraal niet de ziekte van de mens, maar de mens zelf. Dus we zijn echt gericht op hoe mensen, nou ja, hun verhaal kwijt kunnen en ook weer hun veerkracht bijvoorbeeld terug kunnen krijgen. Ik heb al hiervan gehoord dat mijn vader ernstig ziek was. Ik dacht, goppa, is dat niet voor jou iets, weet je, waar je je ei kwijt kan, even uit huis met andere mensen over hebben. Maar die wilde dat toen niet. En toen raakte ik zonder werk. En ik hou er niet van om heel lang thuis te zitten. Dus tussen de twee werkplekken door ben ik hier vrijwilliger geworden. Heb ik ook het atelier een jaartje gerund. En toen kwam er weer een baan. En dan, ja, dan heb je daar gewoon te weinig tijd voor. Dus ik hou me in die zin nog steeds verbonden door de workshops. Omdat je dan toch nog een beetje iets kan doen. Dit was het Eva Weekjournaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.